lekker aan het bos en ik sta gewoon midden in de rook hier, want het is vandaag zondag en iedereen gaat naar buiten om te barbecuen in het mooie weer met hun gezin samen. Kijk. Snaapjes, dat is mangam en begun. Picnic. Picnic, oh. Mijn man, zeg maar, zeg maar. Kut, kut, kut. Het is herpazari op je snus. Herpazari dit, ja, sadece buyur. Oh, çok güzel. Teşekkür ederim. Hadi bye bye de. Bye bye. Nou, helaas staan we nu al een uur vast in het verkeer in het bos. Want we zijn op zoek naar een plekje om de auto te parkeren. Dus we hopen dat we snel bij de hoofdingang gaan komen van het Belgrad renparcours. Dat is 6 kilometer. En dat laten we jullie ook eventjes zien. En dan hopen we ook nog wat mensen te gaan interviewen die aan het barbecue zijn. Selim gaat rennen. Nou, oké, nee, we zijn dus aangekomen hier bij het Belgradbos nu. En mijn vriend gaat nu dus ook rennen. Daar is een parcours verderop. En je ziet ook regelmatig hier jullie af zou rennen. Dus dat is grappig. Dus dan ben je kijken. Parcours? Bij 6 kilometer. Ga je ervoor? Hadi, hadi. We hebben de 500 meter al gered. Woep, woep. 5,5 kilometer. Ik ga even vragen stellen aan hun. Kijk of ze aan het maken zijn hier. Oh, daar kan ik niet heen hoor. Hallo Pietersen. Daar. Oh. Nou, kijk, moet je nou kijken, meteen is aangeboden. Eerst de woord, Turkse, tjok, guza. Tjok, is je kredeurus. Dat kan lekker als een afgeten. Igenaars. Kijk, en dit is dus hoe ze het maken, het vlees. En eroverheen gaat de rooster. Yes. Het vleesje erop, yes. Yes, yes. En dan wordt het klaargemaakt. Het is geweldig, in de zon, in het bos. Wat wil je nog meer? Het is echt zo, als je hier in het bos loopt, voel je wel meteen die rust geven over je. Daar is het druk met mensen die barbecuen, maar nu is het echt weer helemaal rustig, de vogeltjes. Ja, lekkere zondag dit. Weg bij het parcours kom je ook een heel groot meer tegen. We lopen nu eventjes daar naartoe met een klein strandje. Super relaxed. Het hele parcours is 6 kilometer, dus het gaat dus helemaal om dit meer heen, zeg maar. We zijn nu geloof ik op de 2 kilometer. Hé, jij gaat zwemmen. Gosh, zie je dat? Ja. Merhaba, kolay gelsiniz. En hier worden de aubergines gemaakt. Woe! Çok lezzetli gözüküyor gerçekten. Afiyet olsun size. En we zijn bijna klaar. We zijn kapot. Nee, güzel. Ah, bir de lavaşları var. Oh. Nou, we hebben de 6 kilometer gedaan hoor. Ja, en dan lekkere heerlijke verse oranges genomen. Ja, van een kraampje hier achter ons. En dan gaan we naar huis. Vonden jullie dit nou een leuke vlog? Vergeet niet te liken. Nee, vergeet ook niet te abonneren op Hollandelijk is op YouTube en op Facebook pagina. Yes. En share mensen. Doei doei. Doei.